In de vorige les hebben we laten zien hoe foto's vanaf een kaartje uit een camera werden geïmporteerd. Deze worden geïmporteerd en tevens gekopieerd naar de harde schijf waar ook de library staat. Wanneer we echter foto's dus in directories erbij schrijven die we al hadden, die al ergens op harde schijven rondzwierven, maar die we mee willen nemen in de bibliotheek, dan gaan we als volgt te werk. We weten dat er een directory JPG op onze harde schijf G bevindt. En daarin zitten daar zijn reeds zes foto's aanwezig. Ik ga nu even kijken op die drive G. Nou, dan zien we hier drive G met de folder JPG. Dit zijn de foto's die we normaal zien. En dit zijn twee nieuwe foto's die ik er net heb bijgezet. Laten we er even voor de zekerheid nog even naar kijken. Als we de pictogrammen bekijken, dan zien we inderdaad dat deze DSC-foto's, die staan in de directory. En in principe staan deze nog niet in de bibliotheek. Wanneer ik die erbij wil hebben, dan klik ik hier rechts en dan zeg ik importeren in deze map. Dan gaat hij kijken wat er in de map zit. Oeps, even kijken. Lightroom, JPG. Nou, dan zien we dus dat hij deze twee als nieuw ziet en deze zes laat hij donker omdat die al bestaan. Willen we die importeren? Jazeker. Dan drukken we hierop en worden ze geïmporteerd. Deze nieuw geselecteerde JPG-foto, dat kunnen we al direct zien aan het histogram, die ontbeert in feite lichte tinten. Ik ga eens kijken in ontwikkelen. Oké, nu kan ik altijd beter een foto te donker hebben dan te licht, want wat uitgebleekt is, krijg ik nooit meer terug. Heel vaak kan ik dingen uit het donker nog wel ophalen. Nou, laat ik eens kijken. Op deze manier kan ik het histogram dusdanig gaan maken dat hij een betere verdeling krijgt. En dat zou ik ook kunnen doen door in principe de belichting hier op te halen. Zo. Nou, nu wil ik jullie direct al iets laten zien wat je zou kunnen gebruiken bij de ontwikkeling. Hier zit een zogenaamd gradueel filter. En die zijn bijzonder geschikt voor luchten. Nou, ik kan hier nu dat graduele filter neerleggen. Zo tot dan een beetje halverwege of op de horizon. Als ik dan de belichting af laat nemen, dan zie je dat ik de lucht donkerder kan krijgen. Ik kan dat meer verzadigen. Ik kan de hooglichten een beetje aanzetten, zodat er meer in de lucht komt te zitten. Ik kan het contrast toelaten nemen, dat die wat harder wordt of zachter, zoals je ziet. En de kleurtint kan ik ook nog, de kleurtemperatuur kan ik ook nog laten wijzigen, alsof het hier meer zonsopgang is. In ieder geval, al deze dingen zijn mogelijk. Ik kan zelfs een kleurtje kiezen. Als ik die lucht extra aan wil zetten en ik kies hier bijvoorbeeld wat ochtendrood als extra, dan zie je dat in één keer de lucht begint te kleuren. En dat kan ik natuurlijk ook een beetje overdrijven als ik dat wil, of net een klein beetje echt maken. In ieder geval, soms is een violet tint is mooi, omdat dat ook nog wel eens in de atmosfeer gebeurt. In ieder geval, we kunnen hier met een kleur erbij, kunnen we het heviger maken. En eens kijken. Oké. Nou. Wat kunnen we er nog meer mee doen? We kunnen de helderheid, dat is het middentooncontrast, kunnen we laten toenemen. Zo. En je zou nog eens een keer de schaduwen op kunnen halen als je dat wilt. Nou, dat helpt een beetje.
Wat heel mooi is, is in feite de vleeshaaktechniek, noem ik dat maar, of de integraal kromme. Hier kan je dus de belichting met hooglichte en donkere tinten kun je helemaal precies zo maken zoals jij die voor ogen hebt. En zo kun je de sfeer van de foto enorm beïnvloeden. Zo, het hooglicht zou ik. Als ik het te ver ben gegaan, of ik denk van nou, dat zou ik nog wel eens een keer beter kunnen, kan ik gewoon gaan naar opnieuw instellen. Dan is alles, als het goed is, weg. Ja. En zijn we terug bij de oude foto. En kunnen we nog eens kijken van wat we zouden kunnen doen. Ik zou in ieder geval, zou ik de schaduw weer eens kunnen gaan ophalen. Maar dat is niet zo dramatisch. De belichting, die zou wat beter kunnen. Dus die haal ik ietsje op. Zo. Ik kan natuurlijk weer in het numerieke veld gaan staan en met mijn pijltjes het nauwkeuriger stap voor stap doen en nog terug doen en zo kijken wat ik mooi vind. Ik pak nog een keer dat graduele filter, ik zet het er overheen, nu iets dieper. Ik kies gelijk voor iets minder belichting op de, en ik kies gelijk voor dat rode kleurtje, hup, zo. Dan komt er al wat kleur in de lucht. Ik ga de hooglichten iets aanzetten. De schaduwen kan ik nog even mee spelen. Het is gewoon een kwestie van soms van verstand, soms van even uitproberen wat ziet er mooier uit. En de verzadiging kan je natuurlijk toelaten nemen waardoor de kleurtonen dieper worden. Nou, dit is een mogelijkheid. En wat ik denk dat eigenlijk ook wel mooi is, om de 1/3 regel toe te passen, even terug te snijden. En misschien nog wel meer. Dit zou een uitsnede kunnen zijn, maar dit is toch eigenlijk ook wel een uitsnede. Zo, iets meer. Ja. Nou, hier zit nog een beetje loos gebied, zou je kunnen zeggen. We kunnen iets hier terugnemen, dat die bomen meer op 1/3 komen te liggen. Even kijken, nu heb ik de horizon niet zo mooi meer. Die kan ik hier, kan ik die stellen, dat die horizon weer helemaal recht is, zo. En ik kan de levendigheid nog iets toelaten nemen. Nou, of dat nou soelaas biedt ook niet in deze foto. De helderheid, dat helpt altijd een beetje het middentooncontrast toelaten nemen. En hier hebben we dus een groot aantal van de instellingen hebben we bekeken in een JPG. En zoals we weten is in een JPG hebben we minder ruimte dan in een digital negative of in een RAW foto.